André Misikaba, minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, heeft in het weekend de problemen van de gemeenschap van Pekinslee aangehoord. De minister brengt sinds zijn aantreden veldbezoeken aan diverse gemeenschappen in boven Suriname. Deze bezoeken brengt hij op advies van de president, die had aangegeven dat hij het werk niet alleen vanuit zijn kantoor moet doen. Volgens Misikaba komt hij op deze manier te weten wat er onder het volk speelt in deze crisisperiode. Veel van de problemen en klachten van de gemeenschap in Pekinslee waren gericht op de diverse diensten van sociale zaken en de onduidelijkheden daarvan. AKB loopt goed. Kinderbijslag. We hebben hier één klacht gehad, maar die bleek niet gegrond te zijn. Het was een kwestie van die mevrouw uitleggen wat er aan de hand was, omdat die mevrouw heeft een aantal kinderen, vier kinderen komen in aanmerking. Op een gegeven moment is een van de kinderen 18 geworden. Dan gaat die dan uit het bestaan, maar dan moet een ander opschuiven. Maar zij had de aanvulling niet laten plegen. Intussen is dat gedaan, dus volgend jaar krijgt ze weer voor vier kinderen. Dus dat is uitgelekt. Dus AKB gaat goed. We hebben de problemen geconstateerd bij de betaling van mensen met een beperking en wat we noemen de zwakke huishoudens. Omdat bij die gevallen het belangrijk is om een verklaring van een medicus te hebben. Want ik ben geen dokter, de ambtenaren zijn geen dokter, maar ook de mensen zijn geen dokter. Dus als iemand komt en zegt ik heb sikkelcellen en ik kan dus niet arbeiden, ik kan het niet zien. Van een uiterlijk, als dat waar is. Dus een arts moet dan een verklaring geven. En daar ligt dat ding. Want sommige mensen hebben geen verklaring. Maar ze komen dan aan die ambtenaar uitleggen. Ik ben ziek, ik kan niet werken. Die ambtenaar kan niets daarmee beginnen. De minister legt verder uit dat er een standaardverklaring is voor sociale steun voor mensen met een chronische ziekte. Echter blijkt dat in sommige gevallen er onregelmatigheden plaatsvinden bij de beoordeling. We hebben een situatie waarbij er een soort standaardverklaring wordt gegeven door medische zending. Dat mensen chronisch ziek zijn en in een dorp is bijna iedereen chronisch ziek. Dat kan niet. Dus ik heb al aangegeven dat ik on speaking term ben met de medische zending. Om dat ook te bekijken voor mij. En de directeur heeft me aangegeven dat hij daarna zal kijken. Dat men wat specifieker de aandoening benoemt. En dan kunnen wij dan aan de slag gaan. En intussen, al enkele jaren heeft SOSAVO de instructie gegeven aan de ambtenaren. Dat wanneer het betreft iemand waarbij je gelijk kan zien fysiek dat de persoon ziek is. Bijvoorbeeld iemand die kreupel is. Of ik ben zelf een geval gaan bezichtigen in het dorp. Die meneer is ziek aan beide benen, moet met krukken lopen. Dat is overduidelijk. Daar hoef je geen verklaring voor te hebben. Het is gewoon een conform de richtlijnen dan de persoon laten, in aanmerking laten komen voor die voorziening. Dus het ligt meer nogmaals in die vlakken waar er een stukje beoordeling moet komen. Waar in sommige gevallen wij naast liggen als SOSAVO. Dus daar zullen we weer naar kijken. André Misikaba, minister van SOSAVO, die het afgelopen weekend een bezoek heeft gebracht aan Pekinslee. Hij zegt dat nu de problemen binnen deze gemeenschap bekend zijn, fouten gecorrigeerd zullen worden. Ook zullen de richtlijnen verduidelijkt worden voor de ambtenaren die de registraties moeten doen voor sociale steun.